Stichting SOBA wil meer bewustwording creëren onder de jongeren aangaande het zeegebied. In dat kader heeft vanmorgen de launch plaatsgevonden van de educatieve documentaire serie Trots op onze zee. Dit was het initiatief van Stichting Kinderboekend Festival in samenwerking met Stichting ter Bevordering van Onderzoek, Educatie en Awareness in Ecosystemen, Biodiversiteit en Aquacultuur, SOBA. Het thema van de serie is De zee, het milieu, ons voortbestaan, onze toekomst. Het doel van deze documentaires is om het algemeen publiek en voornamelijk de kinderen, de jeugd, bewust te maken van ons zeegebied. Bewust te maken van wat er gebeurt op zee met betrekking tot economische ontwikkelingen. Maar ook om ze te leren hoe bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie te werk gaat en hoe marine zeedieren beschermd worden. Om het proces van bewustwording ook in het binnenland te stimuleren, is volgens Bernstein een mogelijke oplossing om via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur fondsen te werven. Op die manier kunnen de documentaires worden vermenigvuldigd en verstrekt worden aan degenen die geen toegang hebben tot de serie. Bernstein moedigt ouders aan samen met hun kinderen deze documentaire te bekijken. Maar ik wil zeggen dat de mensen zeker met hun kinderen moeten kijken naar deze documentaire serie Trots op onze zee, omdat het zeer informatief is, het is bij de tijd en het is belangrijk dat onze gemeenschap, onze jeugd, die informatie heeft en krijgt. Het is een aanvulling eigenlijk voor wat ze niet krijgen in het onderwijs. Het is echt een welkome aanvulling, denk ik. Om de bewustwording in de praktijk te toetsen, worden er 4 zee-expedities georganiseerd. Tijdens deze expeditie zullen de mondingen van de Suriname, de Marowijnen, Koppename en de Quarantainrivier worden bezocht. Hiermee hoopt de stichting een duidelijk beeld aan de jongeren te geven over het nut van onze zee.